Yo gasten, Game OC, welkom bij een nieuwe Clash Royale video. Ik heb vandaag echt ziek lopen pushen, want ik zit momenteel op de 5875 trofeeën. En dat is wel redelijk wat als je het vergelijkt met vorige seizoenen. Maar ja, toen had ik ook wat minder gespeeld. Maar ik ga weer richting die 6000 trofeeën. Ik heb ook echt vandaag echt denk ik wel 400 trofeeën erbij gepusht of zo. Maar ja, dat heeft dus wel resultaat gehad. En wat ik ook kan doen is vet veel rewards claimen. Want dit seizoen duurt momenteel nog 3 dagen als deze video online komt, is het seizoen misschien al bijna voorbij. In ieder geval, ik werk altijd iets van tevoren. Maar ik heb al deze rewards nog die je kan claimen. Dus dat is ziek nice. Hier nog een legendarische kaart. En als ik trouwens nog 1 potje win, krijg ik nog eens 10.000 coins erbij. Dus we gaan sowieso zo meteen nog even een potje doen. Dus dat is heel nice. En ik zit al in de buurt van mijn record. Want dat was 6.170 of zo. Zoiets. Dus dat is ook heel nice. En we kunnen... Nee, niet hier. Hier kunnen we ook nog alle rewards claimen. En ik ga nog even de pass kopen. Dus dan kan ik alles links ook claimen. En dan hebben we nog vet veel extra rewards die we kunnen krijgen. Met andere woorden, het wordt een lijpe video. En als jullie dat ook denken, doe dan duimpje omhoog. 2000 likes op deze Clash Royale video. Zou heel tof zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En mocht je zelf ook een aankoop doen, een Clash Royale, Brawl Stars of iets anders, gebruik natuurlijk die code MOUSE. Wordt gewaardeerd als je dat doet. Maar laten we nu maar gewoon eerst eventjes wat rewards gaan claimen. En dan gaan we eens gewoon kijken wat we kunnen krijgen en welke kaarten we zo meteen naar maximaal level kunnen upgraden. Ik heb al een paar ideeën van welke kaarten, maar laat ik zo meteen zien. Dat ga ik nu nog niet laten zien. Oké, nog 25 jokers voor zeldzame kaarten, dat is nice. Coins of goud, ik moet goud zeggen, ook altijd nice. Nog meer jokers, nog een rel token. Ik moet eigenlijk binnenkort weer een keertje bij een club gaan spelen. Of nee, bij een clan. Want het is natuurlijk geen club in Clash Royale. Want momenteel heb ik helemaal niks aan die rel kaarten. Omdat ik natuurlijk niet bij een club zit. Of clan. Dan kan je daar niks mee. We krijgen nu nog een legendarische joker. Dus dat is nice. Die kan ik inzetten gewoon op een legendarische kaart. Dus eigenlijk is dit gewoon een legendarische kaart naar keuze. Dat is echt super relaxed. Dus daar ben ik blij mee. En dit waren de rewards al. Weet je wat? Ik ga nu eerst nog even een potje doen. Probeer ik nog te winnen. Krijg ik nog 10.000 coins erbij. En misschien dat ik aan het eind van de video voor mezelf nog even probeer de 6.000 trofeeën te halen. Zou wel baas zijn als dat gaat lukken. Maar we gaan nu in ieder geval... Oh no! Nu heb je een boost! Want ik heb ziek veel gespeeld en nu komt er een kronenboost. Ah, dit is echt lullig. Ik heb dus, zoals ik al zei, vet veel gespeeld. En dan nu krijg je zo'n kronenboost. Terwijl dat ik net had gespeeld zonder kronenboost. Maar we gaan eventjes kijken of we dit potje kunnen winnen. En dan hebben we toch even 10.000 coins verdiend. Als we dit potje natuurlijk gaan winnen. Dus ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. We spelen tegen een golem. Ik ga gewoon meteen even via deze kant aanvallen. Want hij moet nu verdedigen hier. En mijn zap hou ik gereed. Ik kan hier mijn lock neerzetten. Ja, dan heb ik al bijna zijn toren neer. Net niet, maar wel een mooi eind. Dus dat is nice. Hier even een Golden Bende. Ja, dat is het nadeel van zo'n golem. Die is zo duur qua elixir, dat je daarna gewoon bijna niet meer goed kan verdedigen. En op zich heb ik dit nog wel redelijk goed verdedigd, vind ik zelf. Ja, inderdaad. Ik heb zijn toren bijna neer. Hij heeft wel wat damage gedaan natuurlijk bij mijn toren. Maar als je het vergelijkt met de hoeveelheid damage die ik bij hem heb gedaan, is het niet eens zo heel veel. Dus prima begin. Prima begin. Ik denk dat ik nu trouwens via rechts ga aanvallen. En dan zometeen met dubbel elixir doe ik gewoon wat kleine aanvallen via links ook. En dan hoop ik dat ik met die kleine aanvallen die toren dan neer kan krijgen. Want zo heel veel levens heeft hij niet meer. En dan gaan we het op die manier doen. Oké, hij doet niet nog een keer hetzelfde wat hij net deed. Dat ging ook inderdaad niet zo goed voor hem. Om dan meteen de golem in te zetten. Maar het zou me niks verbazen als hij nu een golem voor die musketier gaat neerzetten. Oké, dat doet hij ook niet. Oké, dus dit is in principe wel lekker. Zou je weer even een stam neerzetten. En oké, nou, we staan weer gelijk. We staan gewoon weer gelijk. Hij heeft geen damage kunnen doen, maar ik heb ook geen damage bij hem kunnen doen. Ja, als het eenmaal dubbel elixir is, dan gaat het echt beginnen, de strijd. Nu is het nog een beetje aftasten en zo. In ieder geval, met mijn deck kan ik pas echt goed aanvallen bij dubbel elixir. Ik doe nu trouwens alvast een kleine aanval, want ik moet wat inzetten. Want anders zit mijn elixir vol. Dat vind ik ook zonde. Ik zal er even een zap neerzetten. Oh, dan heb ik zijn toren al. Nice, oké, dat is eigenlijk wel heel chill. En hij heeft daar ook wat elixir voor verspild om die babydraak in te zetten en gunstelingen. Dus qua elixir ben ik er niet op achteruit gegaan. Hij heeft evenveel elixir bijna ingezet als wat ik heb ingezet. Dus dat is perfect. Hij zet nu een golem neer en nu wordt het gewoon een mega strijd via de rechterkant. Ik moet proberen te verdedigen. Hij gaat proberen aan te vallen.
En we gaan eens zien of ik deze strijd kan overleven. Het zal wel nice zijn. En sterker nog, het zal wel moeten. Ik zal daar even een Gewoldeman neerzetten. Om die blaaspijpgoblin neer te halen. En hier voor die Valkyrie. Eventjes ietsjes. En wat zullen we nu doen? Ik zal hier even een Zap neerzetten. Dan denk ik dat ik de boel daar wel kan verdedigen. Inderdaad, oké, dit heb ik heel makkelijk kunnen verdedigen. Dit slaat helemaal nergens op. Sterker nog, ik kan denk ik nu gewoon doorpushen. En misschien zelfs de 3 kronen halen. Ah, het is jammer dat dan mijn troepen worden afgeleid door die golem. Maar ik denk dat ik nog steeds die andere toren neer kan krijgen. Ah, ik ga proberen nog die toren neer te krijgen. Dus ik zet gewoon een tovenaar neer met een lock erbij. Ja! In de allerlaatste seconde toch nog even de toren erbij. Kijk, is toch even een kroon extra. Want dan hebben we nu +2. Maar we krijgen nu, als het goed is, gewoon nog 2 bonus erbij. Dus dat is nice. Dan kunnen we hier natuurlijk ook wat makkelijker ver in komen. Maar anders was ik nu misschien al wel bij de 25 geweest of zo. Maar ja, dat is nu helaas niet anders. Maar 10.000 coins in de pocket. Dus dat is ook even... Of goud, moet ik zeggen. Ik zit de hele tijd in de Clash Royale. Of nee, in de Brawl Star modus. Maar dikke prima. Er is een speciale aanbieding beschikbaar. Ga ik niet kopen. Ik ga gewoon de pass kopen. Want dat is natuurlijk wel iets wat ik wil hebben. Met natuurlijk de code BOUS. Ik kan dit trouwens nog even claimen, zag ik. Code BOUS had ik al ingevuld. Dus dan kan ik deze nu kopen. Je krijgt zoveel rewards, jongen, hieruit. Dat is echt niet normaal. In verhouding is dit zo'n goede aanbieding. Dit kan je veel beter doen dan een aanbieding gewoon voor 5 euro kopen. Dan krijg je echt vet veel minder. En welke kaart helemaal nice is, is die legendarische spreukenboek. Want dan kan je gewoon alles, zeg maar, voor elke kaart kan je gewoon maximaal aantal kaarten krijgen. Dus stel je hebt een legendarische kaart, je hebt er nog 20 van nodig. Je zet hem in, bam, heb je in één keer die legendarische kaart naar maximaal level. Ja, dan moet je nog wel die 100.000 coins betalen, dat dan wel. Maar hé, dan heb je de kaart in ieder geval wel. Joker krijgen we, IJsgeest. En we krijgen nog allemaal andere kaarten. Maar dit is wel echt heel lekker. Ik zal trouwens van deze rewards even iets meer de hoogtepunten laten zien. Mochten we een keer iets goeds krijgen of waarvan ik denk, nou, dat kan ik echt gebruiken. Of mochten we hier links bijvoorbeeld echt iets nice hebben, dan krijgen jullie dat te zien. Nou, dit is wel nice. Ja, het is niet heel speciaal, maar het is de boek der boeken. Het was niet eens zo'n legendarische spreukenboek als wat ik zei. Dat is volgens mij Clash of Clans. Hoe ging al die games door elkaar? Maar op zich was het wel heel nice dat we hem nu hebben. Ik hoop trouwens ook nog dat we 1 legendarische kaart kunnen krijgen uit een van die kronenkisten. Dat zou wel baas zijn. Ik heb er wel eens een legendarische kaart uit gekregen. Dus het zou natuurlijk kunnen. Kans is wel klein, maar het kan wel. Yo! En de nieuwe Tower Skin. Oké, die ga ik trouwens zo meteen even aanzetten. Dan ben ik benieuwd hoe die eruit ziet. Waar heb ik hem? Ik heb hem nu hier. Ik zal hem even selecteren. Ja, dan gaan we daar zo meteen eventjes mee spelen. Ik zal deze trouwens even in de wachtrij zetten. Oh, nou, ik kan beter deze in de wachtrij zetten. Doen we die kleine kistjes. Dat is echt niet normaal. Dan koop ik in de laatste paar dagen de pest. Dat had ik eigenlijk veel beter aan het begin van het seizoen kunnen doen. Maar ja, toen had ik er nog niet over nagedacht. En toen was ik trouwens ook op vakantie. Dus daarom heb ik het natuurlijk ook niet gedaan. Anders had ik het misschien wel gedaan. Ik denk dat ik de volgende pest wel gewoon vanaf begin af aan ga kopen. En dan ga ik even strijden om heel veel kaarten naar maximaal level te krijgen. Zodat ik ook met andere goede decks kan spelen. En ik wil trouwens jullie zo meteen ook misschien om wat advies vragen. Dat jullie misschien ideeën hebben voor wat voor deck ik moet gaan spelen. Want ik speel altijd met een beetje hetzelfde deck. Maar je hebt sowieso betere decks. Dat is één ding wat zeker is. We hebben nu al 6 sleutels. Ik ga er als raket doorheen door alle rewards. Maar nog geen legendarische kaart. We hebben nu nog een paar rewards. Hierna nog 1 kronenkist. Dus daar kunnen we dan nog een legendarische kaart uit krijgen. Maar ja, we hebben misschien zo meteen nog meer. Maar nu geen legendarische kaart. Oeh, dat is wel nice, die vuurwerkgeschut. Maar ik ga natuurlijk zo meteen wat doorspelen. En misschien dat we nog wat meer rewards kunnen krijgen. Dat we nog wat verder gaan komen. Want je hebt hieronder heb je nog zo'n legendarische kaart. Dat is op zich wel nice. En wat heb je hier? Dus dan kan je voor een gewone kaart alle kaarten in één keer toevoegen die je nodig hebt. Dus dat is wel heel relaxed. Maar de kaarten die ik trouwens wou gaan upgraden, ik zal het stiekem alvast een beetje verklappen. Ik wou graag hier die vuurwerkschutter... vuurwerkschutter, inderdaad. Die wou ik gaan upgraden. Dan moet ik eerst 50.000 coins betalen. Maar nu heb ik hem level 12. En nu zou ik hem eventueel kunnen upgraden naar maximaal level. En daarvoor kan ik de boek der boeken gaan gebruiken. Of ik ga al mijn jokers ervoor inzetten. En dan ga ik er gewoon voor sparen. Dat kan ook. Want ik vind die boek der boeken vind ik chiller om op een legendarische kaart in te zetten. Aangezien legendarische kaarten veel moeilijker zijn om te krijgen. En met die kaart kan je bijvoorbeeld hier, kan ik in één keer 18 legendarische kaarten krijgen. Dus ik denk dat ik dat ga doen in plaats voor een gewone kaart. Want dat is eigenlijk wel een beetje zonde. Maar ik ga nog eventjes doorspelen. Ik ga even kijken of ik die 6.000 trofeeën nog kan halen. En ik zal even van de komende potjes een beetje de hoogtepunten laten zien. Maar dan moet ik wel even een paar potjes achter elkaar winnen. Want als ik nu meteen verlies,
dan gaat het hem waarschijnlijk niet worden. Maar ik zie jullie in de laatste 30 seconden van deze match. En dan weten we of ik ga winnen of niet. Waarschijnlijk. Nou, we zijn ondertussen wat verder in het potje. Ja, dit wordt extra tijd. 100%. Dus dat is wel een beetje balen. Maar is in principe niet heel erg. Want het kan natuurlijk nog steeds goed komen. Ja, we gaan gewoon lekker doorstrijden. En we zien wel wat er terecht van gaat komen. Hier even die reuskelet. En dan kan ik nu denk ik wel lekker pushen. Dat denk ik wel. Want hij heeft de golem. Oeh, dit is dan wel jammer. Maar ik kan met mijn Golden Banner er in ieder geval voor zorgen dat mijn reuskelet levend blijft. Oh, nice. En die... Oké, dit is eigenlijk dikke prima. Alleen hoop ik dat mijn reus nog genoeg levens overhoudt. Mwah, net niet lekker, net niet lekker. Nee, oké. Ik ga er niet doorkomen. Ik dacht, misschien kom ik er door. Toch niet. Ik heb wel iets damage gedaan, maar niet heel veel. Wat ik nu wel kan doen trouwens, is gewoon met mijn reuskelet meteen nu gaan aanvallen. Ja, ja, ja. Nu moet ik eventjes aanvallen. Want hij zet zijn golem neer. Dit kan hij onmogelijk goed verdedigen. En dit kan hij inderdaad niet verdedigen. Ja, dat was dom van hem. Ja, die golem moet je op zo'n moment niet in gaan zetten. Top. Eerste potje gewonnen. En dat betekent dat we nu weer iets dichterbij zijn bij de 6000 trofeeën. Dus we gaan gewoon lekker door. Hoeveel trofeeën heb ik nu momenteel? Ik moet nog denk ik 2 of 3 potjes winnen. En dan zometeen openen we de rewards die ik heb gekregen ook nog. Ja, ik moet nog wel minimaal 2. Als ik heel veel trofeeën erbij krijg, 2 en anders 3. We gaan gewoon doorspelen, we zien het wel. Oké, dit potje is tot nu toe vrij spannend. Maar het gaat nog steeds de goede kant op. Ik sta voor, dus dat is in ieder geval mooi. Maar het blijft natuurlijk wel even geconcentreerd spelen. Maar als ik er nu een beetje doorkom... Dan zou het misschien goed kunnen komen. Dat was niet de meest tactisch geplaatste Electro Wizard. Maar ja, dat is voor mij alleen maar chill. En ja, oké, nu ga ik het afmaken. Boom! Nog 1 of 2 potjes. En dan hebben we het gehaald. De 6000 trofeeën. Lekker man, oké. 29 krijgen we er nu bij. Dat is te weinig. We hadden volgens mij echt ja, dik in de 30 nodig. Hoeveel zitten we dan nu momenteel? Dan zitten we op de 64. Ja, daarmee gaan we niet in één. Dus we moeten nog 2 potjes winnen. Daar komt het om neer. Oké, dit potje zou ik ook kunnen winnen. Het wordt wel een beetje spannend. Die megaridder die gaat dood. Ja, inderdaad. Ik wou net zeggen. Dus die hoef ik niet te verdedigen. Dan kan ik nu ook nog een beetje pushen via deze kant. Volgens mij heeft hij het opgegeven. Het zag er trouwens best wel lang naar uit, dit potje, dat mijn tegenstander zou winnen. Maar ja, uiteindelijk gebeurt dat toch niet. Misschien dat we nog de 3 kronen kunnen halen. Ja, dat gaat lukken. Nice! Lekker man. Nog 1 potje en dan zit ik op de 6000 trofeeën. Dit gaat echt heel erg goed. Dit is wel echt heel nice. En omdat we nu 3 krijgen, krijgen we er eigenlijk 6. Dus ik ga nog zo meteen best wel wat rewards kunnen claimen. Ja, want hoe ver zijn we nu? We zijn denk ik nu alweer 2 paarden verder. Ja, inderdaad. Dus, oh nee, 3. Ja, wel 2. Dus al deze rewards die jullie hier zien, die gaan we zo meteen ook claimen. En eigenlijk lijkt me ook wel vet om die emoji nog vrij te spelen. Dus daar ga ik ook nog wel voor strijden. En misschien dat ik de komende dagen zelf nog wat door ga spelen. Maar let's go! Nog 1 game voor de 6000 trofeeën. Oké, mijn tegenstander heeft het al opgegeven. We gaan als een raket. Dit slaat helemaal nergens meer op. Oh, wat gaat dit veel te makkelijk. Oké, we hebben de 6000 trofeeën gehaald. Echt vrij easy om eerlijk te zijn. En weer 3 kronen erbij. Dus dat betekent dat we die reactie of emoji ook nu hebben vrijgespeeld. Dus dat is toch eventjes heel lekker. Eigenlijk moet ik zorgen even dat ik die 50 bonus helemaal op ga maken. Want dat zorgt ervoor dat ik namelijk waarschijnlijk nog heel ver ga komen in de PES. Dus misschien dat ik dat nog ga doen. En dan zien jullie waarschijnlijk binnenkort wel een video dat ik deze rewards nog ga claimen. Want je hebt hieronder nog best wel wat zieke rewards hoor, die je kan krijgen. Maar in ieder geval de rewards die we nu nog kunnen claimen ga ik even doen. En dan ga ik ook even kijken hoe hoog ik ongeveer sta van Nederland met 6000 trofeeën. Oh, we krijgen zo'n legendarische joker. Haha, nice. Toch nog een legendarische kaart. Oh, dat is toch wel eventjes heel chill meegenomen. Want die wil ik eigenlijk in gaan zetten op mijn prinses. Die zal ik zo meteen eventjes bijpakken. Die is ook echt heel nice, die prinseskaart. Ik vind dat best wel een chille kaart om te spelen. Maar we krijgen nu zo'n legendarische emoji. Dus dat is nice. En nog een kronenkist. Dus dat is ook lekker. Oh, wat gaan we hard de laatste tijd. Maar ik heb dus nu 2 van die legendarische kaarten. En als we eventjes gaan kijken... Kijk, die prinses, dat is een kaart die ik best wel nice vind. En nou heb ik er nog 2 voor nodig. Dus ik kan hem inzetten op de prinses. En dan vervolgens dan kan ik die kaart der kaarten inzetten nog een keer op prinses. En dan kan ik prinses upgraden naar maximal level. Laat me weten in de comments wat jullie denken wat handig is wat ik ga doen. En mocht je trouwens een idee hebben voor een ander deck voor mij. Ik heb hier allemaal kaarten. Check eventjes welke kaart ik maximal level heb. En welke ik goed kan gebruiken. En waar ik eventueel een deck mee kan maken. Laat me weten in de comments als jullie een beter deck hebben dan het deck wat ik momenteel gebruik. Ik ben benieuwd. Maar dit deck wat ik nu gebruik is ook dikke prima. Eventjes trouwens kijken. Klassement. Lokaal.
om in de top 1000 te komen, hoeveel heb je dan nodig? 6380. Oh, dan zit ik al wel een beetje in de buurt. Ik zit al een beetje in de buurt. Maar ik ben er nog niet. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!